5 uur was het dat de eerste oranje klanten zich al melden in het centrum van Winschoten om een kleedje uit te rollen en hun waar aan te bieden. Ondanks dat er regen voorspeld werd, was het een zonnige dag. Koningsdag 2015 was begonnen. Voor kinderen en volwassenen was er veel te beleven en was het gezellig druk. Er waren tal van activiteiten en op verschillende plaatsen kon men genieten van live muziek. Veel kinderen deden deze dag goede zaken met het verkopen van hun spullen. Dit jaar was de Oranjemarkt uitgebreid met de Lange Straat en het Oldambtplein, wat voor extra drukte zorgde.